Inwoners van de gemeente Medemblik vragen zich af waarom wel woningen voor arbeidsmigranten, maar niet voor de inwoners van Medemblik. Wij vroegen het de wethouders. Er is veel ophef altijd. Medemblikers, de inwoners van Medemblik ze zeggen dan van ja, ze bouwen wel huizen voor de mensen uit Polen en uit Roemenië en al die landen en voor ons doen ze niks. Ja, uh, ik ben verantwoordelijk uh, voor de huisvesting onder andere van de arbeidsmigranten, dus daar zou ik me toe uh, willen beperken. Ik zie bij de bedrijven gewoon een enorme noodzaak, voor, uh, simpelweg voor de handjes. Uh, en de mensen die daar werken, die hebben ook uh, onderdak uh, nodig. En het mooie is dat we uh, de ondernemers ruimte geven om daar ook uh, voor te bouwen. En dat, uh, dat doen ze gelukkig uh, ook. En het grote voordeel is dat het dan ook niet ten laste gaat voor ons contingent, zodat we ook... Voor de andere doelgroepen die heel belangrijk zijn, kunnen bouwen. Maar dat, uh, daar weet mijn collega Andrea van Lang alles van. Ja, u, bent, u gaat dan over de huisvesting. Een van de vele vragen die mij ook wel eens te horen komt: waarom gaan we niet de lucht in met de huizen? Nou kijk, de mensen die kiezen voor wonen in medeblik, die kiezen gewoon voor wonen in het groen. Morgen gaan we dus een geboortebos gaan we openen. Dus groen is heel belangrijk in onze gemeente. Maar we bouwen wel het meeste van heel West-Friesland. Dus dat wil ik hier wel eens zeggen, als die indruk gewekt wordt van dat wij niet genoeg bouwen. Kijk, de provincie heeft bepaald dat wij 1200 woningen mogen bouwen tot aan 2026. Nou, in het tempo waarop we nu bouwen zijn we in 2024 klaar. Dus het is gewoon heel belangrijk. Dat er meer woningen deze kant op komen, want er is gewoon vraag naar woningen en daar willen we aan voldoen. We bouwen op dit moment in Nibigzwout bij de bij de SRW. In Midwoud gaan we bouwen en dat Tripkau binnenkort. In Medemblik bij het dekterrein, in Andijk bouwen bij het Mantelhof. We willen ook in de kleine kernen gaan bouwen, dus er zijn genoeg plannen en er gebeurt ook genoeg. Dus Medemblik doet echt zijn best. ...om gewoon hier zoveel mogelijk woningen te bouwen. Juist voor jongeren, want die willen we graag in de gemeente houden... ...maar ook voor ouderen, omdat er gewoon veel vraag naar is. Nou, we komen we ook bij het weeshuisterrein. De, we de weeshuisgronden bij de blik. Komen dan ook, als het goed is, huizen te staan. Is daar een kans dat er flatgebouwen kunnen komen? Je hebt dan op een kleiner oppervlakte veel meer ruime woningen... Nou ja, kijk, die kans. We, we moeten de plannen nog ontwikkelen hè, voor de weeshuisgronden. Maar waar je wel mee te maken hebt, wat wij altijd doen, is inspraak ook voor de huidige bewoners. In Bloesemgaard en Noord gaan we iets meer bouwen dan we oorspronkelijk van plan waren. Je merkt dan al dat de bewoners die er dichtbij wonen. dan moet je dat heel goed aan uitleggen dat je dat gaat doen. Nou, zo heb je daar in medeblikken ook mee te maken. Want omwonenden die willen geen flatgebouw achter zich, want dan hebben ze meer schaduw in hun tuin. Maar goed, we, maken, we gaan die plannen ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. En dan gaan we ze voorleggen aan de gemeenteraad. En het zou best kunnen dat er hoogbouw komt. Maar we zijn daar eigenlijk uh, tot nu toe in medeblik. Ja, op sommige locaties leent het zich ervoor. En medeblik zou natuurlijk als dat, zou dat eventueel kunnen. En die bevestiging voor, voor de buitenlandse werknemers. Is dat nou een tijdelijk iets of is dat een permanente bewoning? Nou, uh, in principe zijn dat overwegend tijdelijke locaties. Er zijn ook permanente locaties. Maar... Ook dat zullen we natuurlijk in de toekomst weer moeten evalueren. Want ja, de wereld verandert uh, dag, dagelijks. En zo ook op, op dat uh, gebied. Kijk, wat ik zelf heel uh, mooi vind. Ik krijg nog wel eens uh, de opmerkingen van, oké, okay, er is een belegger die koopt allemaal woningen op uh, in het uh, centrum, in ons dorp. En daar komen allemaal arbeidsmigranten uh, te wonen. Ja, juist om, doordat je ook op andere plekken ruimte creëert. Wat dus niet ten laste van het contingent uh, gaat, zorgt er dus voor dat de kernen uh, leefbaarder blijven. En dat er dus meer woningen uh, beschikbaar komen. Ook voor de doelgroep die mevrouw Van Lange aanstipt.